Postbezorging in Nederland. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag woensdag 12 september. Het is nu net 7:55. Ja, 7:58. Ja. Maar we hebben vandaag ook nog een afspraak. We gaan eerst straks naar het ziekenhuis. Check, ik heb een afspraak vanzelf. Ik zie er niet echt tegenop, maar ik heb wel weer spanning. Dus ja. En dan vanmiddag. Tweede kamer. Open kamerdebat. Nog nooit geweest. Yes. Dus en voor de bond van postpersoneel. Ja, gaan we dus lekker daar naartoe. Dus spannend. Welkom bij deze gloednieuwe vlog en heel veel plezier, nogmaals. Spannend. Want vandaag ga ik dus naar het ziekenhuis voor de anesthesie. Maar ik wil sowieso mijn omgeving sowieso ook alvast bedanken. Ja, onderweg naar het ziekenhuis lopend. Ja. En het werkt lekker op mijn darmpjes. Maar kijk, maakt niet uit. Ik kan daar ook altijd nog even naar de wc. Ja, ik ga nu onder een boompje door. Ja, een beetje droger. Dat scheelt weer. Oh, is het zo? Ja. Ik merk er niks aan. Nou, ik zit in het tram, zoals jullie zien. Ja. Dankjewel. Ja. Ik moet nou mijn hele dag gaan volgen. Dus ja, dan gaan we dat maar doen. Hè. Nou, met de tram richting het ziekenhuis. Nou, zoals jullie zien, lopen wij alweer buiten. In plaats in deze tram te hebben gezeten. In die rode achter mij. Ja, die zo meteen weer gaat rijden. Dat is leuk. Kijk, ting. Dat is grappig. Blauwe lampie. Hey! Trammetje 6. Kijk, en die mag alweer doorrijden. Trammetje 6. Ja, overal hebben we die, hè? Ja. Ja, dan gaan we dus naar het ziekenhuis. Mag ik er oversteken? Nee. Waarom doen we dan? Ik niet. Ja, we zijn dus bij het ziekenhuis aangekomen. Even kijken waar we moeten wezen. Bij, ja, volgens mij een rood schat. Even kijken. Anesthesie. Eens even kijken. Welke moeten we hebben? Hier, code rood. Kijk. Anesthesie. 0 moeten we hebben. Yes. Ja. Gaan we daar naartoe. Nee. En toen zaten we dus in het ziekenhuis. Het is lekker rustig hier bij de wij trouwens overigens. Het lijkt net of ik hier de enige ben vandaag. Huh? Ja, soms wel. Het is hier ook heerlijk rustig. Zalig. Ik kan gewoon hier vloggen wat ik wil. Ja. Maar het is wel een hele rare oude behandelkamer dit. Kijk. Ja, dat ben ik. Kom mee. Nou, zoals jullie dus net hoorden, werd ik dus even opgeroepen. Eventjes een gesprekje met de arts over mijn medicijnen. Dus die heb ik ook alweer gedaan. Ja. Dus die moet ik ook up-to-date houden als er weer wat nieuws bij komt. Even opschrijven. Maar dat weet ik allemaal. Schild en door mijn andere twee operaties. Mijn tweede, dat was een heel snelle. Dus zoveel kon ik niet doen. Ja, je mag gewoon vouwen trouwens. Dankjewel. Heeft daar ook wat te doen. Dus ja, en nou moet ik even wachten op mijn tweede gesprek waar hij gewoon continu weer bij zit. Volgens mij word ik zo meteen weer opgeroepen. Ja, tot straks. Sjoe, ook alweer een gesprekje voorbij. Ja. Alles besproken over de narcose. Yes, over medicijnen weer. Mijn bloeddruk hebben we gemeten. Nou, 110, 69 hè? Ja.
Is ook weer helemaal top. Alles doorgesproken en nu wachten we op ons andere gesprek. Dus dan wordt dit ons derde gesprek alweer. Gaat hard. Hè? Water, gelukkig geen vuur. Nee, maar ik sta dus nu net buiten. Even kijken, het is nou 10 voor 10. Ik heb bloed geprikt en alles. Dus ik mag weer door naar de volgende ronde. Vandaag bellen naar de afsprakenbureau, toch? Ja. Ja. Dus ik heb gewoon een groen vinkje voor mijn buikwandcorrectie. Dus. Hahaha. Maar ik doe jullie weer uit omdat het regent. En dat is niet goed voor mijn camera. Nee. Ja. En daarom ben ik me even aan het klaarmaken voor de Tweede Kamer. Ja. Daar gaan we zo naartoe. En ik ga met de bus. Roger mee. Dus ik ben me al aan het klaarmaken. Ik moet soms dan eventjes dingen in mijn nieuwe rugzak doen. Dat gaat gewoon even mee. Yep. En ik ben mijn schoen even nu aan het aantrekken. Ja. T-shirtje aan en van de zand. Ja, ook dat nog. Dus, zand dan even het deurtje dicht. Zo. Let even niet op. Dat is handig om even op te letten. Ja, piep. Even kijken. Toen zijn mijn computer nog weer eens wat. Ja. Zo, dat is al één schoen. Ja. Ja, top. Hartstikke mooi. Top. Bijna alweer een schoen. Ja, dus en toen? Wat moet jij, Suri? Mevrouw Suur. Mama is er een afspraak. In de binnenstad. Ja, in de binnenstad, dat zeg ik heel goed. En even mijn haar even fatsoeneren nog. Ik doe wel even met jullie hoor, daar niet van. Yep. Ik wil even met jullie gezellig even mijn gelpot pakken. Gewoon even asociaal eventjes in mijn gelpot pakken. Is leuk. Kijk. Dan zie ik er weer wat stoerder uit vanzelf. Eventjes in de spiegel hoor. Moet toch wel een beetje voor de dag komen, hè? Als je dus naar de Tweede Kamer toe gaat. Ja, spannend. En ik heb er zin in. Ja, ik heb er zin in. Ja. Zo. Ja, nou ga ik mijn nieuwe rugtas een keertje gebruiken. Ook dat nog. Mijn nieuwe rugtas, mensen. Ik weet niet hoe die zit, hoor. Ik zal eens even kijken. Volgens mij zit hij nou nog veel te. Nee, we gaan niet piepen. Zo, die heb ik zo. Ga ik even mijn deur dicht doen. Ik ben zo weer bij jullie terug. Zo. Niemand hier, dat is mooi. Zo. En dan ga ik nu mijn tas even indelen. Dat vind ik wel zo fijn. Dat even te kunnen doen. Ja, ik ga het gewoon even met jullie samen doen. Dat is wel even fijn. Even kijken of ik nog wat extra mee moet hebben. Ja, gewoon mijn deo, die gaat gewoon mee. Sorry jongens. Mijn deo gaat gewoon mee. Ja. Echt wel. Kijk, mijn OV-pasje gaat. Is dat papa? Nee hoor, volgens mij niet. Mijn OV-pas die gaat ergens anders.
Lekker makkelijk. Ideaal. Mijn telefoon gaat ook gewoon even bij mij hier in of zo, als past. Weet niet. Ja, dat past helemaal geweldig. Kijk. En ik ga jullie meenemen. Gaan jullie mee? Op naar de tweede kamer. Ja. Zijn jullie er klaar voor? We gaan eerst met de bus. En dan komen we aan zometeen in de tweede kamer. Dag. Zakken, ja. Ja, we gaan dus op weg naar de bushalte. Ja, en het regent. Heel erg. Maar ja, we nemen jullie gewoon gezellig mee. Ik ben ook lekker voorbereid. En het weer. Het is schijt. Weer kak weer. Bleh. Lekker. Regen. Voorbereiden. Ja, echt hè? Regenbril. En klaar. Mooi jas trouwens. Ja, toch? Ja. Geef maar aan mij. Straks aan je geven. Ja. Ja, is goed. Is goed. Ga jij maar eens kijken. 40. Nog 3 minuten. Nog 3 minuten mensen, dan gaan we eerst bij de bus en dan eventjes iemand oppikken bij de Burger King. Walter, ja, Walter Schijf hè? Ja. Walter Schijf. En probeer ik een beetje die ook al een beetje te interviewen. Ja. Voor de, want we zijn dus inderdaad uitgenodigd door de bond van postpersoneel. Postpersoneel, dankjewel schat. Hey, goed zo. Ja toch? Ja. De BBPB. Ja, precies. Dus als je ergens voor uit bent genodigd en je bent er nog nooit geweest, gaan we er gewoon naartoe. Ja. Waarom niet? Ja. Ook al regent het, onze dag kan niet meer kapot. Nee. Toch? Hey! Nee. Dus ja, we wachten gewoon eventjes op de bus. Bus. En we gaan nog niet naar huis. Nog nee. Langer niet. Nog nee, langer we komen niet. Van huis. Ja, precies. Hey! We gaan wel niet naar terug. Zonder meegespoten. Ja, oké, okay, het zal wel. Sporen niet. Net zoals de dienstenregeling. Oh ja. Ja, de bus komt er al aan. Ja. En het is rustig in de bus, dus ik kan gewoon even vloggend naar binnen. Ja, ik ga gewoon even vloggend naar binnen, is leuk. Schrappig, is leuk. Ja, dat is heel leuk. Gewoon eventjes vloggend naar binnen. Ja, gezondheid. Ja. Middag. Ik ga u niet vloggen hoor. Nee hoor. Zo, we zitten nou in de bus. Op weg naar de Tweede Kamer. Ja, ook leuk. Tweede Kamer. Hij schat. Ja, gezondheid. De bus is leeg, dus daarom kan ik nou even. Ja, oké, okay, de bus is leeg. Wij en de buschauffeur, maar die ga ik niet vloggen. Nee, doe ik niet. Ja, het mag wel, als hij zegt van dat is prima. Maar ik doe het niet. Ja, precies. Ja, goed hè. Nou ja, we gaan even iemand weer even binnen laten. Dus tot straks toch? Ja, tot straks. Ja, daar zijn we dus nu even onderweg weg nog. We zijn bijna bij de Burger King. Om dus onze collega op te pikken, Walter, nogmaals. En dan moeten we zo meteen even kijken waar we dus naar binnen moeten. Ook kunnen, mogen, moeten. Willen. Ja joh, ik zit prima. Maar dit moet wel even een leuke, serieuze vlog worden, hè? Natuurlijk. Top. Nu nog even grappen. Dus, dit is de Tweede Kamer. Dan denk ik dat we hier dus zo meteen naar binnen moeten. Straks. Is leuk. Dus, ja. Gaan we eerst even onze collega eventjes tegemoet komen. Even kijken waar het is. Walter, waar are you? Walter. Rustig, want Walter kan ook hier op staan. Volgens mij wel. Walter! Hey, jongen! Ga ik daar even kijken? Nee, ja, dat moet je ook niet doen, hè? Oei! Hoi. Je staat er gelijk mooi op. Hoi. We moeten gewoon even vragen van waar we erin moeten, want ik heb Fiona gebeld. Ja. Maar die wist het ook zelf niet, dus we moeten gewoon gaan vragen. Maar ik mag dus niet binnen gaan vloggen.
mag niet. Oh. Dus ja. Maar heb je er een beetje zin in? Ik heb er enorm veel zin in. Ik ben juist hartstikke nieuwsgierig naar wat er nou allemaal besproken gaat worden. Ja, precies. Ik heb alle mooie bobo's van het kantoor heb ik gezien vandaag. Dus, Oeh, spannend. Ja, die gaat vandaag ook waarschijnlijk gewoon komen hoor. Oeh. Wij willen u een petitie aanbieden. We gaan allemaal even heel kort de woord geven. Maar u ziet al gezegd dat de essentie van de petitie is volgens mij dat wij voor de toekomst bestellen. Dat willen wij graag. Ja, dan wil ik namens PostNL benadrukken dat ik de concurrentie in de kosten van de medewerkers staat. Dat op salaris wordt gecontroleerd en andere arbeiders. En dat we hopen dat dat in de toekomst beter voor allemaal is. Voor consolidatie en meer samenwerking tussen de. Voor consolidatie en meer samenwerking tussen de organisaties. Dankjewel. Wat moet ik sluiten aan bij al het voorafgaande natuurlijk, maar ik heb een tijdje toe van uitgebreide gelegenheid gehad om bij de postdialoog mijn standpunten en de standpunten van mijn burgers naar voren te brengen. Hoef ik niet allemaal in het te herhalen. Ik heb wel de schone taak om dit namens de vakbonden. Dat betekent namens alle jongens van PostNL, Essence en die op de postmarkt boterhammen doen, het aan te mogen bieden. In de hoop dat dit een hele goede lening zal gaan worden. Dankjewel. Dankjewel allemaal. Dankjewel. Toen ik staatssecretaris werd in oktober, was een van de eerste onderwerpen die bij mij op mijn bureau terechtkwamen, was de discussie over de 80-20%. En ik heb toen vrij snel gezegd van nou, die discussie loopt nu al jaren, laten we daar nu eens een knoop doorhakken en dit nu ook gewoon definitief ook in wetgeving opnemen, zodat er ook gehandeld wordt. Dat is één. Om daar maar mee aan te geven dat ik het ook belangrijk vind dat uiteindelijk mensen die, dat zeg ik dan altijd maar weer, aan de onderkant van het loongebouw hun werk doen. Want volgens mij hebben jullie een van de leukste banen die er is. Althans, als het een beetje weer is. Toch? Dat regelt ook. Maar in die zin zijn er ook wel heel veel mensen die aan de onderkant ook van de arbeidsmarkt zitten. Omdat ze ook bij postbedrijven werken waar mensen met een arbeidsbeperking werken. En daarmee aangegeven hoe belangrijk het is dat je ook voor die mensen goede afspraken maakt. De 80-20-regeling geldt voor de postmarkt. We hebben natuurlijk ook een hele discussie in de pakkettenmarkt met elkaar te voeren. Nou, in het regeerakkoord staat daar ook het een en ander over in. Waarin we ook als kabinet hebben, als coalitie, en dat moeten wij nu als kabinet uit gaan voeren, ook hebben aangegeven dat ook in die markt er een paar dingen zichtbaar zijn waarvan je, nou, om het maar zachtjes uit te drukken, ook een vraagteken krijgt. Daar is mijn collega Wouter Koolmees mee bezig, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We hebben direct een debat over de toekomst van de postmarkt. Er is een postdialoog geweest waarbij u ook aanwezig bent geweest. En daarvan is toen de conclusie geweest dat concurrentie om de concurrentie zo langzamerhand in de postmarkt niet meer werkt, omdat er steeds minder post verstuurt. Dus je moet daar gaan kijken hoe je samenwerking, hoe je die van de grond weet te krijgen. Dat is uiteindelijk aan bedrijven zelf. Ik ga daar niet over. Bedrijven gaan erover. Jullie staan prachtig gezusterlijk gevoerd. Maar daar moet uiteindelijk dat besluit genomen worden. Wat we wel meteen ook in het eerdere AO's met elkaar gezegd hebben, dat welke toekomst het ook is, geen concurrentie uiteindelijk op arbeidsmarkt. Omdat ik gewoon wil dat het een bodem ligt in die arbeidsmarkt. Nou, met de 80-20% regeling heb ik dat in ieder geval voor de postmarkt gedaan. En samen met mijn collega Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn we nu ook aan het kijken naar de pakkettenmarkt. Zien wat is daar nou ook een goede oplossing om ervoor te zorgen dat de arbeidsvoorwaarden van die mensen ook gewoon goed zijn.
dank u wel. Met deze petitie ondersteunt u in ieder geval de inspanningen die Wouter Koolmees en ik doen om uiteindelijk ook voor de pakkettenmarkt tot een goede regeling te komen. Nou, ik dank u wel. Dank u wel. Succes vanmiddag. Ja, beste lieve abonnees van mijn YouTube-kanaal. Ik wil jullie onwijs bedanken dat jullie hier oud en vertrouwd hebben gekeken naar mijn kanaal. Vinden jullie deze bijzondere vlog nou leuk? Ik zeg, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En laat een leuke reactie achter. En dan krijg je zeker terug. Ze zeggen dankjewel en tot morgen. Doei!